Jawel, we gaan weer kijken naar grappige en toffe momenten in Fortnite Battle Royale. En natuurlijk weer een video van Red Arcade, want we zijn natuurlijk meteen begonnen. En als je er nu al zin in hebt, drop dan even die like en abonneer op het veelgevraagde belletje aan. We beginnen met Phils en zoals altijd hebben we daar weer zin in. En waarschijnlijk gaan we weer veel glitches zien. Het is een tijdje geleden dat ik heb gekeken naar grappige en toffe momenten. Dus ik heb het een beetje gemist als ik heel eerlijk ben. En hier zien we een auto vliegen. Dat is iets wat we natuurlijk ook wel vaker zien in Fortnite helaas. Dat is nou helemaal gewoon een groot ding. Een groot probleem. Alright, wat? Ik heb gemist wat daar gebeurde. Maakt er niet uit. Wat gaan we hier krijgen? Iemand die helemaal kapot gemaakt wordt. En ik verwacht veel Season 8 clips natuurlijk. En veel Halloween clips. Dus wie weet of we daar nog leuke dingen mee gaan zien. Dit is sowieso al heel raar. Waarom? Hoe kunnen ze dit niet zien? Hoe kan... Het begint weer goed, jongens. Het begint weer helemaal goed. Oké. Okay. Hier hebben we een alien onder water. Dat is ook heel apart. Is dit een glitch? Oké. Okay. Heel raar weer. Kijk, hier zien we iets van Halloween. Dan gaan ze naar de sideways monsters en hij is dood. Oké, dat was heel raar. Ho, wat gebeurt hier? Pakt hem en... Oeh, hij houdt hem bij zich. Gaat hij het redden? Oeh, ja, hij heeft hem. Dat was echt heel erg nice gedaan. Oké, oeh. Wat, hè? Ik dacht Batman. Oh, dat is Batman! Ik hoorde Batman en ik dacht, is het hem echt? Maar het is hem echt. Het is hem echt. Oké, I'm Batman. Wat hebben we hier? Iemand die... Oh, dat is een dino die aan het vliegen is. Oké, heel raar. Wat is deze meneer aan het doen? Hè? Fabio, waarom ben je zo ontiegelijk scheef? En je valt ook nog dood. Sommige spelers zijn echt op een ander niveau. Wat is dat? Oh, hij werd echt toegegrabbed. En daardoor ging hij... Ah, slim. Oh, wat is dit dan weer? Dit is wel echt heel erg cursed. Dit is wel echt heel erg cursed. Hij gaat ook rondjes draaien en gooit hem weg. Wauw, je kan wel echt goed trollen in Fortnite. Dat is wel echt nog steeds een heel groot dingetje. Oh, well played. Goed gedaan. Wat gaat hij doen? Oh, hij zit vast in het steen. Dit is zo'n glitch die er gewoon nog steeds in zit. Die zit er al in sinds dag 1 of zo. Ho, pas op. En... Oh my god. Sommige mensen zijn gewoon niet heel erg goed. Serious, what are you doing? Ja, inderdaad. Wat was hij aan het doen? Ik heb geen idee. Oh, pas op voor dat ding! En onder de map ook nog eens. Ja, pancaked. Get pancaked, my friend. Oh, gaat hij pakken? Gaat hij pakken? Nee, hij is helemaal te glitchen of zo. Hij weet niet meer wat hij moet doen. En hij is dood, natuurlijk. Was te verwachten. Oh, zo apart dit. Wee! Wat is hij allemaal aan het doen? Oh, daar ga je. Daar ga je. Rest in peace. Al die rare random glitches. Huh? Wat gebeurde daar? Echt, we hebben weer rare clips. We hebben hele aparte clips. Ho, sla hem dood, sla hem dood, sla hem. En hij wordt ook gewonepumped. Wordt dan ook niet zo greedy. Oké, wat gaat hij doen? Hij gaat hier... Oeh, is heel sneaky. En oké. Zo kan je ook winnen, toch? Oh ja, dat duurt eventjes voordat je hieruit bent, maat. Dit duurt even. Oh, zo is het dat hier iemand aan de andere kant staat en die gaat hem gewoon weer insluiten. Let op. Er staat iemand die gaat hem weer insluiten zometeen. Dat zou echt een geniale move zijn. Dat zou een geniale... Waarom sla je niet gewoon? Sla gewoon. Oh, hij zit nog verder. Oh my god. Ja, dat was wel echt een way om iemand kapot te maken. Dat was wel echt heel goed gedaan. Wat is hij aan het doen? Oh, dit is in een lobby. Oké, of in een spawn-eiland. Oh, wat, en ze wil, niemand geeft hem een knuffel. Dat is wel echt heel erg zielig. Ah. Ah. Hij is weg. Hij is ook gewoon geliefd. Zou ik ook doen. Oh, dat was random. Dan krijgen we weer iemand die iemand ziet. I kill you. Oh, wauw. Dat was lucky. Wee. Oh, wat gaat hij doen? Hij gaat doodvallen. Ja, was dit... Oh, vliegende haai. Die zie je ook niet vaak. Die zie je alleen in Sharknado, de film. Kennen jullie die film? Ik wel. Ik heb hem nooit gezien, maar ik ken de film wel. Oké, wat gaat deze persoon... Hij gaat zichzelf opblazen. Let op. Hij gaat zichzelf opblazen per ongeluk. Oh, hij lekt. Oh, hij is zichzelf sowieso per ongeluk opgeblazen. Wat doet hij? Oh my god. Ja. Ja. Oeh, zo. Oké. Okay. Wait a minute. Waar gaat die auto heen? Die auto is helemaal possessed. Wat is het, die auto dan? Ik heb geen idee. Heel raar dit. Hier, de squatting dog. Die kennen we natuurlijk ook. Legende in de Fortnite community. En hij is... ja, doet hij goed. Doet hij goed. Lekker dansen.
Oh, wat gaat hij doen? Hij gaat het even inbouwen. Maar volgens mij zit er iemand aan de andere kant. Jazeker. Hij grappelt hem. En wat doet hij? En hij heeft hem. Zo, dat scheelde ook niks. Maar dat was heel apart. Oh, er zit nog iemand. Hartstikke gezellig. We'll be right back. Nice. Wat hebben we hier? Oeh, oh wow. Dit is wel echt heel ziek. Cool guys, don't look at explosions. Oh, wat is dit? Dit is dat cube monster. Wat gaat hij doen met de blauwe cube? De blauwe cube, Blevin, wat doe je? Gaat hij kapot? Gaat hij kapot of gaat hij niet kapot? Heel raar dit. Die blauwe cube is echt niet te slopen, hè. Die is echt niet kapot te krijgen, dat ding. Je kan doen wat je wil, maar dat... ja. Ik ben benieuwd wat ermee gaat gebeuren. Laat het weten in de reacties of wat jullie denken wat er gaat gebeuren met de blauwe cube. Ik heb geen idee. Rennen, help me! Oké, hij gaat per ongeluk hem schieten, let op. Ja, oh wow, hij doet het. Hij doet het. Hij helpt hem. Hij helpt hem. Hij gaat het gewoon doen. Hij gaat hem killen. Ja, dankjewel, maat. Oké, we gaan door naar de epic wins. Oftewel de lijpe trickshots, de hackers, de van alles nog wat. De noscopes, zoals je hier ziet. Ik word altijd... Kijk, ik vind het heel vet, maar ik word er wel altijd een beetje moe van. Ik heb ook een klein beetje last van mijn keel. Ik heb geen corona, tenminste, dat denk ik. Maar heel apart. Lucht in, een kwart draai en een noscope. Well played, maat. Heel goed gedaan. Hij gaat van de UFO af, springt naar beneden en killt iemand in Curl Castle. Heel erg ziek. Launchpad was het een bouncer en we hebben inmiddels al de kill gezien hier. Oké, RPG Grappler, mijn favoriet. Noscopy, let's go. En het was een bounty en de Victory Royale. Alles wat je maar wil hebben in je leven, dat had hij daar. Boom. Oh, satisfying. Dat is heel satisfying. Oh, wat is hij aan het doen? Dr. Sloan, die is dood. Hier zit nog iemand achter hem. Waarom heeft hij colorblindness mode aan? Ik heb geen idee, maar hij maakt hij wel 2 kills. Gaat hij voor nummer 3? Alleen met zijn, hoe heet het? Grappler hoek ding. Ik kom even niet op de naam. Oh, en de glitch. Komt heel hoog. Als hij hem niet maakt, was hij dood geweest. En een headshot. Goed gedaan. Heel goed gedaan. Oké, daar gaat hij. Ook hij met die grappler hoek ding. Oh, wauw. Lekker hoor. Zo. Wat gebeurt er allemaal? Oké, ook hij wordt geride. En een... Oei, 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 oei. Heel ziek. Oh, wauw. Ook hij met de knutcracker ding skin. Heel vet. Wat gaat hij doen? 1 kill. Bouwt hem in. Pakt hij waarschijnlijk 2. Waarom is hij nog niet dood? Gooit hij een ramp. Andere gooit een ramp. Gaat er door 1 en maakt daar de laatste kill af. Heel vet hoor. Waarschijnlijk zit er iemand in die boot. Of hij gaat iets doen met die boot. Hij gaat in die boot. Hij gaat er vervolgens weer uit, denk ik. Nee. Hij schiet door de boot heen. Hoe kan je door een boot heen schieten? Hoe kan je door een boot heen schieten? Kan iemand mij dat uitleggen? Ik heb dat nog nooit gezien. Blijkbaar kan het. Met een glitch of zo. Wat gaat hij doen? Springt uit de zero point. Wat oudere clip. Maar hij heeft hem wel gewoon heerlijk te pakken. Noscopy en een heerlijke hit. Natuurlijk. Let's go, inderdaad. Let's go. Oh my god, let's go, inderdaad. Oh, daar gaat hij. Boem, 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 boem. Oké, ja, is goed. En dan, ik hoop dat je er een kill bij pakt. Anders is het... Ja, oké, was ook wel te verwachten. Hij werd daarna nog beschoten ook. Dat heeft natuurlijk snel geklipt. Of zelf eruit geknipt, niet geklipt. Zo, nou, ik word duizelig. Ik weet niet hoe jullie zit, maar zo. Ik moet even kijken wat hier gebeurt, hoor. Kaboom, well played. Grappler, omhoog, no scope en de kill. Had je natuurlijk kunnen verwachten... Deze gast wordt geride met iets, ik weet niet wat. Noscope en de kill in de boom. Oké, dit gaat op tires, halve draai en de noscope tussen de builds door. Heel erg vet. Iemand op de bouncer, lucht in, wilde wat doen met een of andere ability en dan gebeurde dat. Iemand in een, die is gefaced als ghost of zo en hier een shotgun shot. Heel erg vet. Hier gaat iemand heel veel kills pakken, denk ik. Dit is de 1, dit is 2, moet reloaden. Gaat hier voor 3. Dit wapen is zo sterk, hè. Mensen die onderschatten dat wapen heel vaak. Wat gaat hij doen? Noscopy, natuurlijk. Had alle tijd om eventjes uit te zoeken hoe die ging schieten. En hij deed het gewoon. Wauw, hij heeft hier de kill. Goed gedaan. En, hij gaat hier meerdere kills pakken. Shockwave, grenade launcher. En hij grabt hem omhoog. En hij... Oh. Zo slim en sterk en nice. Noscope. Boom. Well played, dude. Heel goed gedaan. En hij gaat ook.
Gaat hij doen, Oscoop? Ja, natuurlijk gaat hij het doen. Dames en heren, dit was alweer het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. En als je het vond, drop even die like en abonneer op de wil. Vraag wel een ja, klik op de video's op de beeld. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En peace out. Dit was echt de snelste outro ever. Doei!